Liberty City verkozen tot slechtste stad van Amerika. Alweer. Oeh, hallo allemaal en welkom bij de Game Show. Ja, ik las een krant over Liberty City. Eigenlijk. Het is alweer verkozen tot slechtste stad. Oeh, en jullie willen weten waarom ik die zonnebril op heb? Wel, ik wil die even weg doen. Wel, sommige inwoners van Liberty City dragen zonnebril. En denk dat jullie weten welke game ik het heb? Over Grand Theft Auto Liberty City Stories. Daarna kun ik daar info en tips geven, quizvragen en natuurlijk de tijd. We gaan meteen beginnen met de info en tips. In dit spel is het de bedoeling dat Tony Liberty City een beetje redt of niet. Van de tolls of van andere vijanden van Tony. Er zijn zo drie gedeelten. Ik zal ze eens zeggen. Het Shoreside Valley. Santon Island en Portland. Moment, hè. Sorry. Ja, We beginnen bij Portland. Ik laat jullie de eerste missie nu zien. Ik kom nu de allereerste missie aan. So there he is. Tony ontmoet Sal. So listen, Tony. I know you did a good thing for us. Dus we beginnen nu met de allereerste missie. Van Grand Theft Auto Liberty City Stories. En blijkbaar moeten we iemand afvoeren. You got you a nice little place to stay, Tony. It's got you written all over it. En dan kunnen we beginnen met de missie. Maar je ziet, er zijn heel veel inwoners en ook heel veel auto's. Dus kijk. En er zijn ook verschillende wapens. Zo heb je vuisten, dat ding, een mesje, een oplaadbaar ding, bijvoorbeeld een pistool van de police, een shotgun, dat weet ik niet, een accu. Een brander en een sniper. Laten we nu de andere wapens zien. Dit is een samurai mes. Klopt. Dit zijn bommen die als een proeven werken op afstand bikini. Een geweer van Wilde Westen. Een shotgun. Dit geweer ken ik ook niet. Dat is sterker dan een accu-7. Een bazooka geweer en een sniper. Zijn de laatste geweren. Een kettingzaag. Een bom die niet op afstand bediend werd. Een rol weer een shotgun die ik niet ken. Die hebben meer de FBI. Hebben die? En dan hetzelfde. En de minigun. Ja, kijk. Hoe dat ding in elkaar werkt. Ik heb natuurlijk gevoel nodig, maar elke persoon reageert iets anders. Deze loopt bijvoorbeeld weg. Deze begint toch niet te schieten. En deze reageert om te vechten. Dus je moet oppassen met wat je doet, hè. Je hebt niet alleen wapens en voertuigen, je hebt ook de radio. Je hebt hier de radio. Double Sheet FM, KI, Rise FM, Lip 106, Radio Desmonto, MSX 98, Flashback FM, The Liberty Jam, LLCFF en Radio A. Dan komen nu de tips aan. Kijk, als je bijvoorbeeld gewoon wandelt en niet in de auto gaat, is een hele super tip, want stel je dood. Kijk hoe wat er gebeurt als ik dit doe. Zie? Don't mess with me again. Je kunt gewoon doen wat je wilt, maar de police komt niet. Want de ster krijg je pas als je de eerste missie hebt gedaan. Dus dat is een super tip.
Dan de volgende tip. Je kunt stunten doen hier. En dan probeer je een goede stunt te doen als je maar op tijd landt. Zo'n salto. Maar als het mislukt. Maar er zijn verschillende stunts die je gebruikt. Als je perfect op die twee wielen landt, dan heb je deze stunt voltooid. Dus wat ook een goede tip is, kijk, je hebt bijvoorbeeld heel veel sterren en je gaat die niet kwijt. Kijk goed, hè, als je in de garage staat. Zo, voilà, is gelukt. Nu wachten ze tot de blauwe sterretjes weggaan. Want op het minst dat je iets verkeerd doet, kan je terug op. Als ze zijn weg, dat is ook een super tip. Hier is nog een super tip. Moet toch letten als je in het water gaat. Zie, oh waterkar. Ook een super tip als je niet kunt wachten om naar Santon Island of naar Salty Proof te gaan. Maar je hebt daar wel oppervlakte nodig waar je makkelijk kunt opgaan. Hier, dat is moeilijk, maar je kunt dat wel vinden hoor. Goed, dat waren de tips, info's en tips voor vandaag. Ik hoop dat je ze wel gebruikt. Nou, voilà, dat waren de info en tips. Ze kunnen wel goed gebruiken hoor. En dan gaan we nu de quizvragen van Grand Theft Auto Liberty City doen. Hoeveel vragen zou jij goed beantwoorden? Hier komt de eerste vraag. Kun je met een trein rijden in Grand Theft Auto Liberty City Stories zoals die? Is dat A? Ja. B? Nee. Of C? Enkel als het 12 uur... Enkel als het 12 uur tot 6... Tot 18 uur bedoel ik. 3, 2, 1. En het juiste antwoord is... A! Je kunt dus met een trein rijden. Ja. Je moet echt niet wachten als het 12 uur 16 is. Je kunt altijd met de trein rijden. Dag en 's nachts. En met de trein kun je ook heel Liberty City op afstand doen zonder een voertuig te doen. Maar het nadeel is wel, de politie zit nog steeds achter u aan hoor. Dus dat is geen ontsnappingsmiddel. Wat gebeurt, volgende vraag. Wat gebeurt er als je op dat lopende daar terechtkomt? Met dat witte en rood. Is dat A, Tony gaat dood, B, alles gaat slow motion, of C, er start een uitdaging. 3, 2, 1, en het juiste antwoord is B. Ja, als je dit activeert, dan zie ik het alles slow motion, zelf ook als je schiet. Om het weer terug normaal te doen, dan gaat automatisch vanzelf of als we in een auto stappen. En dan gaat alles weer terugstellen. Dus antwoord B was het juiste antwoord. Kijk, dat zijn lenio's. Maar staan die aan Tony's kant, is dat A? Ja. B, nee. Ja, dat is dus A, ja, B, nee. 3, 2, 1. En het juiste antwoord is A. Dat is Antonis en Kamp. Maar als je op zijn schiet kijkt. Kijk, zal het dus een foto doen. Dat schiet ik hier ook. Dus ik kom ook hier op zijn schieten. En dan komen ze allemaal antwoorden ook tot hulp. Ja, zie, ik ben dood, hè. Dit is de volgende vraag. Wat gebeurt er als je op de man van de ammunition ligt? Is dat A? Hij geeft zich over en geeft al het geld. B. Hij verwittigt de politie. Of C. Hij schiet naar je. 3, 2, 1. En het juiste antwoord is C. Het juiste antwoord, want kijk goed, hè. Snel tekenen zitten. Ja, dat vind ik dus terug te schieten. Je kunt wachten tot je kogels op is of een ontrecht schieten. Als je geen wapen zet, dan moet je wachten tot je kogels op zijn. Dus C was het juiste antwoord. De volgende vraag. Dit zijn dolls die hier lopen, als je ze goed ziet. Nu de vraag. Dan staan de dolls aan Tony
technisch kan. Is dat A, ja of B, nee? 3, 2, 1. En het juiste antwoord is... Goal staat echt niet aan Tony zijn kant. En ze schieten echt op Tony, hoor. Dus B was het juiste antwoord. Dat waren de quizvragen. Hoeveel vragen had jij goed? Ja, de quizvragen weer goed, hè. Nou ja, dat is nu voor het laatste deel van deze video van de show, dus de tijd. En vandaag gaat de tijd over om de snelste uit Portland Harbor komen. Ja, Portland Harbor is zo'n bedrijf dat nog moet gemaakt worden. Dus we willen zien hoe je zo snel mogelijk daaruit komt. Ja, van zo buiten de Portland Harbor land, ik ga hem een brommer opblazen en dan begint de en start. Maar ik moet eerst zeker 5 wachters doden voor ik helemaal wegkom, want dat zijn verraders en die willen Tony doden, dus ik moet mezelf verdedigen. Eén. Kijken. Ah, jammer. Het kon wel. 4. Nog eentje. 5. En nu snel dat verlaten. Gelukt. En 1 minuut en 14 seconden. Dat was de tijd. In mijn andere aflevering van de keten ook weer een ontwerp of iets anders. En gaat de tijd ook weer over een andere game. Voilà, dat was de game show voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En in de volgende aflevering geef ik weer een game over iets anders. Dan ga ik nu rustig de krant lezen van Liberty City. God, de wicht en de markt niet zo, dat ik wil eens even snel zien. Oh, wauw, prachtig zeg. Ja, en dat is ook goed hoor. Hey, en dat zal weer slecht zijn voor de kinderen hoor.